Deze donderpreek die gaat verder in op de Jezuïeten. En we gaan het hebben over Ronald Reagan en Abraham Lincoln. Ik heb eerder duidelijk gemaakt dat theater een activiteit is van de Jezuïeten. Het is niet zo dat de Jezuïeten dat hebben uitgevonden. Ze hebben het omarmd. Het bestond al. Het is hoe Babylon werkt. Met poppenkast. Theater. Abraham Lincoln is doodgeschoten en plein publiek in een theater. En het spoor van de moordenaar leidde tot een clubje mensen. En dat waren allemaal katholieken. Een van die samensweerders wist te ontsnappen. En die is met hulp van katholieken in Amerika, is die het land uitgemanoeuvreerd. En even later dook die man op en had die een baantje bij de paus. Nou, daar is men in Amerika zo boos over geworden dat ze de diplomatieke betrekkingen met Vaticaanstad toen hebben verbroken. Dus Abraham Lincoln werd vermoord in 1867, 65, 67. In de tweede helft van de 19e eeuw dus. En Amerika heeft toen de diplomatieke betrekkingen met Vaticaanstad om die reden verbroken, dat ze ontdekt hadden dat het Vaticaan te maken had met de moordaanslag die succesvol was. De moord dus van Abraham Lincoln. Dus het lijkt me ook niet meer dan logisch dat als jij tot de ontdekking bent gekomen dat een vreemde mogendheid de hand had in de moord van een van je presidenten, dat dat een reden is tot irritatie. Het was nog een hele milde reactie ook, denk ik. Maar ja, ze konden niet veel anders. Ze konden moeilijk bommen gaan gooien op Vaticaanstad. Jojo. En Abraham Lincoln was, voordat hij president werd, was het een ondernemer of zo. En wat hij ook deed, was de advocaat zijn van iemand met een strafproces. En nu om advocaat te mogen zijn, moet je heel veel diploma's hebben. Maar dat was toen niet zo. Iedereen die voor de rechter moest komen, kon een ander vragen. Of iedereen kon gevraagd worden om iemand te assisteren bij een rechtszaak. En vanzelfsprekend had iemand die zo'n akkefietje aan de broek had het meeste baat bij iemand die goed kon lezen en goed kon nadenken. En de wet een beetje kende. Nou, zo werd Abraham Lincoln benaderd door een
medewerker van de katholieke kerk, een priester, Charles Chinnicky. Want Charles Chinnicky had een... Die was beschuldigd van seksueel kindermisbruik. En dat was niet waar. En toen heeft Abraham Lincoln hem verdedigd. En ervoor gezorgd dat hij vrijgesproken werd. Nou, en toen was die vrijspraak daar. En Abraham Lincoln liep reuze blij met Charles Chinnicky uit de rechtszaal weg. En toen begon Charles Chinnicky, die begon te huilen. En dat begreep Abraham Lincoln niet. Dus die vroeg, wat is er aan de hand? Waarom huil je? We hebben gewonnen, je bent een vrij man. En Charles Chinnicky zei, heb je gezien wie daar binnen zaten in de rechtszaal? En Abraham Lincoln zo van, ja, mensen? Nee, zei Charles Chinnicky. Er zaten een stuk of 16 prominente jezuïeten. En die willen jouw bloed. Jij bent ten dode opgeschreven. Dit was een aankondiging van die lui. Van we laten even weten dat we hier met z'n groot aantal eventjes komen. Wij zijn allemaal van dezelfde club. En we pakken je. Want die Charles Chinnicky, die moest bengelen. En dat had Abraham Lincoln voorkomen. Om er maar te zwijgen over de rest. Want Abraham Lincoln had niets met de jezuïeten. Tja. En die diplomatieke betrekkingen die zijn verbroken tussen Amerika en Vaticaanstad. Dat wordt niet verteld in de geschiedenisboekjes. Of wel? Of jij wist het al? Het staat in het boek Rulers of Evil van Tupper Saucy. Dat ik het even weet. En Tupper Saucy heeft 10 jaar literatuuronderzoek gedaan. Niet elke dag, denk ik, maar hij is er 10 jaar lang mee bezig geweest. Een soort levenswerk. Een beschrijving aan de lezer van hoe het zit met de structuur van overheden. De subtitel luidt zoiets als Useful Knowledge of Governing Bodies. Bruikbare informatie aangaande overheidslichamen. En dan valt de naam de Jesuits. En daar gaat het ook om. Het is dé sterke beweging binnen de katholieke kerk, die ook binnen de katholieke kerk, met name onder de traditionele, heel veel irritatie oproept. En dat is de situatie waarin we nu zitten. En die jezuïeten, die
zijn hun zegentocht begonnen bij oprichting. Het was net als de Red Hot Chili Peppers. Het was gelijk bij het eerste optreden een enorm succes. En het denderde maar door. Met het verschil dat je van de Red Hot Chili Peppers nu niks meer hoort. En dat je van de Jezuïeten ook helemaal niks hoort. Maar dat is de strategie van die lui. Dus hou ze in de gaten. En dan krijg je in de jaren 80 een president van Amerika, Ronald Reagan. En die is katholiek. Die wordt wel meesmuilend gezegd de eerste katholieke president van Amerika. Snap jij de grap? Het is een jezuïetengrap. Denk er even over na. Wat is er mis met de uitspraak dat Ronald Reagan de eerste katholieke president van Amerika is? Daar zit een telfout in. Want John F. Kennedy was ook katholiek. Maar die hebben de jezuïeten vermoord. Heel theatraal. Met een fotomodelactrice naast hem in de mooie auto. Jojo. En Ronald Reagan was zelf een acteur. Niet een hele beroemde. Hij heeft gespeeld in cowboyfilms. Kleine rolletjes, maar toch. Het theater weer. Hè? Ronald Reagan, die was voordat hij president werd, eerst nog gouverneur in een staat. En daar heeft hij de echtscheidingswet aan laten passen. Want als je in een huwelijk was gestapt en je partner ging zich misdragen, dan kon je dat huwelijk formeel laten beëindigen. En dan moest er daadwerkelijk wat aan de hand zijn. Voor de rest was een huwelijk voor het leven. Scheiden is een gruwel in de ogen van God. Maar in het geval van misbruik, crimineel asociaal gedrag, ja, dat is wat anders. En ja, ik ben er niet op tegen. Op zo'n scheidingswet. Dus als je partner vreemd gaat of hij begint onacceptabel veel te zuipen en dan maakt allemaal dingen kapot met zijn dronken kop en hij schreeuwt tegen de kinderen en de buren worden 's nachts boos en hij zuipt maar door. Ja, dan moet je als vrouw, vind ik, op een knopje kunnen drukken en dan is de voorstelling voorbij. Wat denkt zo'n lul wel niet? En hetzelfde vind ik ook bij vreemdgaan. Als je vrouw gaat vreemd, nou, is het huwelijk voorbij. Dan moet je uit kunnen stappen. Dan anyway, Ronald Reagan die vond het nodig om die wet te gaan verbeteren. Namelijk door hem op te heffen. Namelijk door te stellen dat een huwelijk voorbij is als een van beide partners er geen zin meer in heeft. En dat leidde tot een scheidingsgolf.
Dat was Ronald Reagan. Die man heeft een enorme misère veroorzaakt in Amerika in eerste instantie. Met die No Fault Divorce Act. Dus een scheiding die wordt aangevraagd door een van beide partners, terwijl die ander helemaal niks fout heeft gedaan. Anders dan hij was zo vaak van huis en ik voelde mij zo eenzaam. Ja, een man moet toch werken, of niet? En dat is doorgeslagen naar Europa. Het is hier ook overgenomen. En nu is het zo dat ongeveer de helft van de huwelijken strandt. Dat is veel, hè? Dan heeft een huwelijk dus eigenlijk helemaal geen zin. En dat heeft het ook helemaal niet meer. Als jij heden ten dagen gaat trouwen. Ja, ik vraag me af waarom. Het heeft geen inhoud meer. Want de ander kan op een willekeurig moment zeggen. Nou, we waren getrouwd voor het leven. Maar, het is alweer 13 maart. En ik dacht, kunnen we nog scheiden voor de zomer? Want ik ga echt wat anders doen. Ja, dan had je net zo goed niet kunnen trouwen. Dan was je tenminste eerlijk geweest tegen elkaar. Hey, dankjewel, Ronald Reagan. En toen werd Ronald Reagan, die werd president. En toen heeft Ronald Reagan de diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en Vaticaanstad weer in ere hersteld. Dus als je mij nog vraagt van goh Perry, hoe denk je nou over de succesvolheid van de Jezuïeten? Kan je daar wat over vertellen? Nou, dat heb ik net gedaan. Die lui die trekken zich echt helemaal nergens wat van aan. Zij vergeten niet. Er is terug afgeleid over een akkefietje in Rusland. En volgens mij was dat uitmoorden van die tsarenfamilie. Dat was een wraak. Want de Jezuïeten waren Rusland uitgetrapt. En dat waren ze niet vergeten. Van happen naar de baas. En serieus, ze schrijven dat in een agenda. En bepalen rustig dat ze 100 jaar gaan wachten totdat ze komen. En jij zult denken van ja, maar dat is wel heel veel werk als je dat allemaal moet gaan bijhouden. En al die plannen moet je maken. En weet je wat een hoop werk, man. Nee, dat is helemaal niet zoveel werk. Wat belangrijk is dat je het elke dag een beetje doet. En dat je het goed bijhoudt. Meer niet. En dat je erop toeziet dat wat opgeschreven is, afgesproken is, dat het ook uitgevoerd wordt. Ja. En binnen de organisatie is iedere Jezuïet uitgenodigd om zo
meedogenloos op te gaan trainen. Tot en met eraan toe dat je je eigen leven in de waag stelt. Dat wordt alleen maar gewaardeerd. Oh, we hebben nu echt een goeie. Deze mensen zijn heel goed in degene die wij zouden bestempelen als de meest grote psychopathische flapdrol die je maar kan voorstellen. Maar juist die gaan ze heel veel onderwijs geven, die gaan ze inwijden, die gaan ze opvoeden, opleiden en geld geven. En neem zo'n karakter als Barack Obama. Dat is theater. Dat is een clown geweest. Barack Obama, die beloofde voordat hij president werd, hè, dat zijn presidentsbelofte, hij zou stoppen met de bail-outs. De banken zouden niet langer zomaar geld krijgen van de overheid als ze als ze fouten hadden gemaakt. Een bank maakt een fout. Als een boer een fout maakt, dan heeft hij geen graan. Of geen melk, of geen eieren of zo. Als een bankier een fout maakt, dan heeft hij geen geld meer. Nou, en een boer die geen graan heeft, dan is het niet zo dat die boer dan even kan bellen naar de overheid en zeggen, nou, ik heb dit jaar heb ik, ja, ik heb een fout gemaakt. En ik heb dus even geen graan. En nou dacht ik zelf, als ik nou geen fout had gemaakt, dan had ik iets van 6 wagonladingen graan gehad. En als we dan, want ik heb het wel erg zwaar gehad, dus als je me nou 8 wagonladingen graan geeft, dan heb ik punt 1 net zoveel graan als dat ik gehad zou hebben wanneer ik geen fout had gemaakt als boer. En dan heb ik ook nog 2 wagonladingen erbovenop, zodat ik een beetje kan bijkomen van de schrik. Kijk, je snapt wel dat je als boer kan je dat wel willen, maar geen hond die jou graan geeft. Want jij wordt geacht dat zelf te doen, want je bent toch een boer. Nou, een bankier wordt ook niet geacht dat hij zijn poen kwijt is. Dat hij er geld bij moet hebben. Dat klopt niet. Ja. En Barack Obama, die maakte dan mooie sier door te zeggen, nou, dat gaan we niet meer doen. No more bailouts. Nou, en toen was hij president en dan hadden die banken, die hadden die bail-outs gehad en dat was eigenlijk wel goed bevallen. Dus die wilden nog wel een rondje. Ja, Barack Obama had gezegd, geen bail-outs meer. Nee, dus wat moest hij doen? Nou, toen heeft hij gezegd van nou, we doen geen bail-out, maar we doen quantitative easing. En dan denk jij, wat is dat nu weer? Nou, dat is precies hetzelfde. Alleen het heet anders. Kortom, die flapdrol van een Barack Obama, dat is theater. Die vader, die is onder andere een beetje beroemd geworden doordat hij vieze foto's maakte van blote mensen. Een heel raar manneke, die Barack Obama. En op de website van de Amerikaanse overheid, dinges.gov, whitehouse.gov of zo, daar kon je toen, en dat heb ik ook gedaan, het geboortecertificaat van Barack Obama downloaden. Ja,
Dat is een portable document format, een PDF. Oftewel geëncapsuleerd PostScript, EPS. En als je die PDF downloaden, wat ik gedaan heb, dan kan je zien dat ermee gerommeld is. Met die pixels. Echt heel bizar. En dan komen er ook websites die dan gaan bespreken hoe je, hoe dat dan werkte. Dat je meerdere lagen moet maken en dan kan je op die ene laag ga je pixeltjes toevoegen en dan kijk je weer naar het totaal. Dan denk je, oh ja, een pixeltje minder, zoiets. En de grote vraag was, want waarom heeft degene die de boel heeft lopen foppen, waarom heeft hij niet van dat eindproduct weer een snapshot gemaakt, gelijk een fotoscanner? Namelijk alleen de pixels en niet al die laagjes met al die fratsen en filters en toestanden. Waarom ruim je de boel niet op? Ja, als een bouwbedrijf klaar is met de bouw van een huis, dan haal je toch de stijgers, de bouwstijgers, weg. Je ruimt het erop. Nou, dat is helemaal niet gebeurd bij dat frauduleuze document. Ze hebben dat er gewoon in laten staan en op whitehouse.gov gezet. Ze lachen ons uit. Dan kunnen wij ons druk gaan maken over een duidelijk gemanipuleerd geboortebewijs van de Amerikaanse president. En you believe me dat dat gevoelig ligt, want in de Amerikaanse grondwet staat dat alleen Amerikaanse burgers in aanmerking komen voor presidentschap. Natural born citizens. Daar ging het om. Ja, dus je, niet alleen dat je burger was, maar ook dat je papa en je mama er ook vandaan kwamen. Tja. Nou, en in het geval van Barack Obama is dat totaal mistig. Dat is theater. Dan kunnen wij ons druk over maken. En dan zeggen wij van ja, maar Barack Obama, die is links. En dat is goed. Ja, ja, dus als een linkse president die banken bakken met geld geeft, dan is dat goed. En als een rechtse president dat doet, dan is dat ook goed of zo. Hey, dat is het theater waar we naar kijken. En dat is best interessant om naar te kijken. Waarom niet? Gebeurt er nog eens wat? En nu met Trump, hè? Trump ligt niet lekker bij het Vaticaan. Er is toch wel een verschil tussen hem en George Bush. Die jongste, die George Walker Bush. En die vader is dood, hè? En die jongste, die heeft destijds van Benedictus de 16e... heeft hij van die paus gezegd dat die paus, dat God in die paus was. Die paus was een tempel van God. Je kon God zien als je in de ogen keek van Benedictus, de 16e.
Was het Johannes Paulus II? Doet er niet veel toe. En zo is Trump niet. Trump heeft een keer gezegd dat hij de paus eigenlijk wel een hele aardige man vindt. A really nice guy. En ik kan me voorstellen dat dat niet genoeg buiging is voor de Allerhoogste. Mijn dochter die vindt de paus wel wat. Want ze heeft gehoord dat de paus tegen Trump is. En zij is dat ook, want mijn dochter is links. En dan ben je tegen Trump. Het is makkelijk om jong te zijn. Hè? Dan hoef je nergens over na te denken. Ik vind het zo schattig. Het gekwebbel van die 20-jarige kinderen. En ik laat het maar gaan. Dus, het is theater en ik denk dat de meeste mensen dit tranendal verlaten in de wetenschap, in de regelrechte overtuiging dat al het theater wat ze gezien hebben, dat dat de wereld was. Ja joh, nou die zijn er mooi voor de gek gehouden. Hé? Want bedenk je eens in, als je al het theater ziet als theater, wat is er dan wel gebeurd? Heb jij enig idee? In de 20e eeuw zijn er bijzondere wetenschappelijke experimenten gedaan die duiden op dat er meer aan de hand is tussen hemel en aarde. Dat het mechanistische wereldbeeld, wat zijn grond vond bij Isaac Newton. Sir Isaac Newton. En Isaac Newton was geen ezel. Helemaal niet. Alleen wij zijn aan de haal gegaan met die leer van de mechanica. En we hebben gebruld van, ja, zo zit het. Ja, het is allemaal mechanica, jongen. Het is aantrekkingskracht, weet je wel. En dat is het, hoor. En meer niet. Dat is een overtreding van het tweede gebod van Mozes. Dat knielen voor een beeld. En dan tegenwoordig knielen we niet meer voor de klassieke mechanica. Nee, tegenwoordig knielen wij voor de kwantummechanica. Zelfde stupiditeit, idioterie. En overtreding van het tweede gebod van Mozes. En wat krijg je daarvan? Nou, daarvan krijg je dat het aantal mensen van hetzelfde geslacht wat de lust gaat zoeken, dat stijgt. Dus ja. En als mensen van hetzelfde geslacht de lust met elkaar gaan lopen opzoeken en doen alsof ze mannetje en vrouwtje zijn, kort in die zin dat ze dezelfde dingen gaan doen. Van je piemeltje ergens insteken. Maar dat doe je dan met mensen van hetzelfde geslacht.
Dat geeft gesodemieter. Dat worden krantenberichten, dat worden demonstraties, dat worden... Ja. Het ging fout toen we knielden voor een beeld. Bijvoorbeeld kwantummechanica. En dan krijg je dat van. Ja. Het heeft op zich niks met elkaar te maken. Bijvoorbeeld als je alcohol drinkt en je zet hem stevig door en nou, met mij in de buurt moet het goed lukken. En dan word je de volgende dag wakker en heb je ontzettende koppijn. Ja, die koppijn heeft niks te maken met die alcohol. Want van alcohol word je alleen maar dronken. Het is zo'n bijwerking. En zo heeft idolaterie als bijwerking dat het aantal mensen dat gaat doen dat wat mannen en vrouwen plachten te doen bij het verwekken van kinderen, dat ze dat gaan doen met degene van hetzelfde geslacht. Maar kortom, dat heeft dus geen enkele zin. Dan kan je het net zo goed niet doen, want er komen helemaal geen kinderen van, dus waarom zou je het doen? Nou, omdat het zo lekker is. Ja, ja. Nee, leven is niet lekker, hè? Nee, jij knielt voor een beeld. Je denkt dat alles kwantummechanica is. En je vraagt je af hoe jij jezelf dan gaat bevredigen. Omringd door allemaal stoffige moleculen. Joh, het is allemaal best wel simpel als je er rustig naar kijkt. Nou, die rare Amerikaanse presidenten allemaal. Die Barack Obama, die noemde zijn vrouw de moeder van hun twee kinderen. Hij noemde die persoon twee keer, kan je op het internet terugvinden, noemt hij haar Michael. En helemaal niet Michelle. Michael and I. Ik hoor het me nog zeggen. En dan denk je, dat zal toch niet waar zijn? Maar waarom niet? Dit is theater. Het kan ze niet gek genoeg zijn. De Jezuïeten die kennen maar één ding. En dat is dat ze ooit begonnen waren om die protestanten een kopje kleiner te maken. En daar zijn ze niet mee opgehouden. Want als je die truc één keer in de gaten hebt, dan kan je hem loslaten op het maakt niet uit wat. En maar geld verdienen. En je komt overal mee weg. Want je bent de baas van de hele aarde. En wat wil je nog meer? Het enige wat je kan doen, dat is doorgaan met je rotte plannen. En dat doen ze nu ook. Zo dadelijk zitten we hier in Nederland allemaal met mondkapjes in de bus. Kijk, die plek waar ik nu schoonmaak, die mensen die daar
opgesloten zitten, die krijgen weinig bezoek. Ik ken daar een vrouw en die zit daar in een bungalow in haar eentje. En die bungalow, dat is een oud ding, bijna niet schoon te houden. En daar, je kan het wel schoonmaken, het is niet vies daar, maar je kan niet zien dat je schoongemaakt hebt, want overal zitten scheuren en vlekken en het enige daar wat je kan schoonmaken, en als je dan naar kijkt en je denkt, oh, wat lekker schoon, dat is het toilet. Nou, die vrouw is voorbij het begrip asociaal. Die schreeuwt en die slaat met de vuisten op tafel. En het is één grote vlam in de pan. En die moet één op één begeleid worden. Die kan je geen seconde alleen laten. Je weet niet wat ze gaat doen. Die sloopt de muren als je niet oppast. En dan hoorde ik van een van de begeleiders dat die vrouw elke week bezoek krijgt van haar moeder. Maar nou niet meer, hè? Alsjeblieft. En wat is hier de ratio van? Zijn we bang dat die vrouw op die vestiging met haar totaal asociale gedrag en de zijn we bang dat die corona krijgt? Want dat is de enige mogelijkheid. Ja, trouwens, nog los van het feit dat die vrouw, die moet 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. En nou slaapt ze gelukkig ook een tijdje, dus dan kan je het denken. Ik weet niet hoe ze dat dan doen met een camera of zo. Of luisterdiensten hebben ze daar. Maar overdag moet er altijd iemand zijn. En dan moet iemand als ik ook nog komen om daar de boel schoon te maken. En dat moet. Want die vrouw die doet rustig zichzelf iets aan. En hoe moet ik nu nog gaan beginnen dat dat essentieel is voor ons, de zorgzame, dat wij voorkomen dat iemand zichzelf iets aan gaat doen. Te meer daar ze deze vrouw, daar heb ik gevraagd aan zijn begeleider van wat heeft ze nou? En er is geconstateerd dat hier is sprake van een hele ernstige vorm van een reactie op een jeugdtrauma. Ze is door haar vader in de steek gelaten toen ze nog maar een baby was. En toen ging het fout. En het is geëindigd zoals het nu is. Dus die mens heeft dat asociale gedrag als kwetsuur. Dus je moet voor zo iemand zorgen. Anders ben je barbaristisch. En dan komen daar dus mensen zoals ik en mensen van de begeleiding en gaat maar invullen.
ik ben daar geweest en er liep iemand van de begeleiding en die had zo'n hoofdtelefoon op met antigeluid. Zodat ze dat geschreeuw niet hoorden. Want je wordt er heel moe van. Als iemand de godganse tijd schreeuwt. Ja, dat kan niet gestopt worden. Want dan loopt de boel uit de hand. Dus dat mag allemaal doorgaan. Maar haar eigen moeder, die mag niet meer komen. Uit bescherming voor het mogelijke coronaslachtoffer doden. En je snapt denk ik drommels goed dat je nu niet bij mij aan moet komen met het verhaal dat het hier maar gaat om één vrouw, terwijl er miljoenen worden gered. Dus we offeren deze ene vrouw maar even op, want we gaan miljoenen mensen redden. Nee, schande. En dit zijn de Jezuïeten. Dus wees blij dat we nu een naam hebben voor dat tuig. En dat we een naam hebben voor de aard en de omvang van het probleem. Dit grijpt ons persoonlijk aan. Het is meer dan verschrikkelijk. Want hoe zit het met al die andere bewoners daar? Ik weet nog, op vrijdag, dat er altijd een man zat bij de bushalte. En dat ik aan hem op een dag vroeg, werk je hier ook? Ik zat er ook, want ik was er voor mijn werk. En dan ben je klaar en dan zit ik bij de bushalte. En ik had hem al 3-4 keer gezien. Ook een praatje met hem gemaakt over het weer of over de OV-chipkaartbelasting. En toen zei hij, nee, ik werk hier niet. Ik kom voor Johan. Die zit op blok zoveel. Alles heeft een nummer. Ja, die zit op 73. Ah. En dat was iemand van vroeger, en die krijgt niet zoveel bezoek. En hij was met pensioen. En ja, op vrijdag gaan we eerst even bij Johan langs. En dan gaan we daarna naar de markt en ja, zo'n type. Is voor iemand met een regelmatig leven. En zijn beargumentering voor het wekelijks pesten van deze bewoner van die plek met zijn aanwezigheid was dat die vent helemaal voor de rest geen bezoek kreeg. Hij was de enige. Nou, dan mag je toch wel langs gaan, of niet? En dan een praatje maken, eindje wandelen, een kopje koffie drinken en dan zitten we weer bij de bushalte. Het weekend staat voor de deur. Ja, die man die mag niet meer komen, hè? Nee. Ja, om die bewoner te beschermen tegen die coronadood. Het is idioterie, het is theater en het slaat helemaal nergens op. Dat is het. En wij zijn
ademloos aan het toekijken en maken ons vervolgens heel erg druk. Over waarom noemt Barack Obama zijn vrouw eigenlijk Michael? Dat is helemaal geen meisjesnaam. Stel, je hebt een Nederlandse president en die heeft een vrouw en die heet Charlotte. En dat hij dan zegt van, ja, ik ken Karel. We gaan graag barbecuen. Hé, Karel? Dat zeg je toch niet? Het is een intrigerend theater. Dat zonder meer. En dat theater wat zich dan afspeelt met Trump en de paus. Nou, ik vraag me af wat daarvan gaat komen. Nou, Trump is ook iemand die zegt van wat een onzin allemaal met dat coronagedoe. En die hamert erop dat medicijn of dat spulletje hydrochlorocoxitine of zo. Iets met chloor of zo. Dat hartstikke goed werkt. En dat zegt mijn vriend Wim ook. Het is een middeltje tegen malaria. Dus, terug back to the basics, van de mensen krijgt minder dan 1% corona. Minder dan een promiel, volgens mij. Ik heb geen corona. Mijn moeder heeft geen corona. Mijn dochter heeft geen corona. Mijn hele portiek heeft geen corona. En zo kan ik maar even doorgaan. Ik ken niemand met corona en ik ken meer dan 10 mensen. Dus als we ervan uitgaan dat het coronavirus om ons heen dwarrelt, dan zijn we allemaal al een keer in contact geweest met dat virus, maar bij weinig mensen slaat het aan. En bij de mensen waarbij het aanslaat, ja, bij die mensen gaat niet iedereen dood. Het mortaliteitspercentage is, er werd gezegd 3%. Hè? Dus van de 100 mensen die corona krijgen, 97 daarvan die genezen, maar 3% gaat dood. Dus 1% van de mensen krijgt het maar überhaupt. En daarvan gaat 3% dood. Even blijven rekenen met die jezuïeten in de buurt. En nu blijkt dat die 3% niet reëel is. Het is eerder 0,3%. Dat is een factor 10 of 100 verschil. Ja. Maar daar waar ik werk, daar zijn behoorlijke percentages aangeslagen door de maatregelen. En die mensen begrijpen er helemaal niks van. Hé, dat zal die vrouw leuk vinden, die dolgedraaide, jeugdtrauma, bijzonder gekwetseerde persoon die de godganse tijd loopt te schreeuwen. Waarom het verstandiger en beter was dat haar moeder een tijd lang niet kwam. Nee, dat gaat zij begrijpen. En dat gaat die moeder ook heel goed begrijpen. Het is schandalig. En ze doen het erom.
Het kan hun niet schandalig genoeg zijn. Als je deze verhalen zet naast die mooie actie dat onze koning gaat applaudisseren voor de zorgsector. Ja, ja. We gaan de zorgsector frustreren. En dan de medewerkers van de zorg die krijgen dan een applaus dat we zo trots zijn op ze. Jo, steek het maar in je borstzak. En moet je daarbij nou gaan zitten janken? Moet je nitriet en nitraten gaan opslaan? En daar een bom van maken? Nee, ik denk het niet. Je moet doen wat je altijd al moest doen. En dat is dat je je naaste lief hebt. In de regel is dat moeilijk genoeg. En je vijanden lief hebben. Nou, dan heb je voldoende stof tot nadenken hoor. En dat theater wat zich afspeelt. Ja, dat levert slachtoffers op. Ja. En wij zijn van de club van de trooster. Dus ja, dan zitten wij niet per se te wachten op nog meer slachtoffers. Maar ja, als ze er toch zijn, is dat alleen maar werkgebied voor ons. Dus. En aangezien wij alleen maar leven om boete te doen. Dan lijkt me dat een ideale mogelijkheid voor de grote terugbetaling. De Wiedergutmachung. Voor ons dus, hè? De levenden. Ga je bekommeren om die slachtoffers? Doe daar wat aan. En wat die Jezuïeten uitspoken met hun verborgen overleggen en hun snode plannen. Dat is meer iets voor God om op te lossen. Dit is zo ongelooflijk doortrapt dat je je er niet in wil mengen. Ik ken een vrouw en die heeft aan mij verteld dat zij, toen ze 6 was, verkracht is door haar vader en een aantal ooms. En die ooms, dat waren niet familieleden, maar die waren van de familie, van de club. En ja, zij hintte erop dat het ging om een kliek. De Kornuiten noemden ze die mensen. En ja, zei ze, je komt ze overal tegen. En die lui, die kennen elkaar allemaal. En ze zijn allemaal even. Ja, zo, net zo als haar vader. Die haar verkrachtte toen ze 6 was. En die andere oudere mannen ook. En dat was in het kader van een ritueel. Een feest. En dan kun je denken, ja maar Perry, dat soort verhalen, joh, dat is broodje aap.
Ja, dat kan je zeggen. Ik geloof haar. Ik geloof dat die aard van de mens die geleid heeft tot de Jezuïeten, wat inhoudt dat je de naam van onze Heer aanwendt, claimt, en je gaat vervolgens moorden. En kwetsen. En liegen. Ja, het zat eraan te komen. En de Bijbel zegt dat dat zal gaan komen. En de Bijbel zegt dat dat geen pretje wordt. En ik geloof dat dat waar is. Ik geloof dat het waar is dat die mens die het geschreven heeft, dus Johannes, dat hij wist dat het waar was. En dat hij het daarom opschreef. Dat geloof ik. Er is een YouTube-kanaal en dat heet Een oorlog reeds verloren. En dat is iemand en dat is een vriend van Jort Kelder. En dat klopt. Die Jezuïetenclub die heeft gewonnen. En ze gaan maar door met de oorlog. Terwijl ze al lang gewonnen hebben. En dit is niet meer eerlijk. Snap je? Als je een gevecht aangaat en je hebt je tegenstander tegen de grond aangewerkt, dan kan die tegenstander niks meer doen. En als je dan doorgaat met meppen, dan overtreed je de wet. En God pikt dat niet. Woe unto them who seek deep and hide their counsel from the Lord. Dat is Jesaja of zo. En voor ons is het een tijd van rust. Veel mensen gaan hun bezittingen kwijtraken. En wij worden daar alleen maar rustiger van. Want bezittingen hebben wij nooit nagestreefd. Bezittingen zijn voor kinderen. Daarom geven wij kinderen en alleen kinderen cadeautjes. Als je mij wil pesten, dan moet je mij een cadeautje geven. Dan kan ik boos om worden. Ik ben boos geworden op mensen die mij cadeautjes gaven. En dat ik tegen ze zei, ja, hou er alsjeblieft mee op. Hoezo ga jij mij verplichten dat ik de verantwoordelijkheid krijg voor een ding? En jij kiest even uit welk ding dat is. En dan moet ik ervoor gaan zorgen. Jij, dankjewel.
Nietzsche, dacht ik, die heeft gezegd, het geven van een bos bloemen, dat is zo'n beetje de grens. Bij een bos bloemen is de schade nog te overzien. Want die bloemen die verwelken en het enige wat je dan hoeft te doen is de hele rotzooi weg te gooien. Dus daar heb je dan een cadeautje met weinig nazorg. En daarbij heb je dan wel dat die bloemen beginnen te verwelken. En sinds wanneer geeft de aanblik van verwelkende bloemen een mens een gelukkig gevoel? Ja, toch? Dus met ons gaat het goed. En met de mensen die bevangen zijn door het theater gaat het niet goed. Maar dat ging het al. In de zin dat het al niet goed ging. Want anders was jij nooit zo bevangen geweest door dat theater. Je had het al lang moeten zien dat het theater was. Ja, toch? Ik heb nou zo'n... Ik ga afronden, hè? Maar ik... Met die linkse dochter van mij... Die... Ja, die begon dan over tot negers, of zwarten, of kleurlingen, of minderheden. Maar dat kan niet bij negers. Blanken zijn de minderheid. Er zijn maar 3% van de mensen blank. En de rest heeft allemaal bruine ogen en donker haar. Dus met 3% van de mensheid, met blauwe ogen, groene ogen, rood haar, blond haar, asblond haar, brunettes, zwarterharigen, kleintjes, grote. Maar dat is maar 3%. Dus wij zijn de minderheid. Nou ja, toch moet je dan denken om minderheden. Die zijn zo zielig. En toen begon zij erover dat het vooral de blanken zijn die zo gewelddadig zijn. Waarop mijn vraag aan haar was van kom met een voorbeeld. Nou, dat had ze niet zo 1, 2, 3. Ik zei nou, als je aan mij vraagt naar de gewelddadigheid andersom, dan heb ik er zo een hele stapel. Dus... We spreken af. Jij gaat op internet op zoek naar geweld gepleegd door blanken tegen de niet-blanken. En ik ga op zoek naar de andere kant. En kijken waar we mee komen. Nou, en zij was ervan overtuigd dat er nou, dat ook een hele hoop heb hoor. Die heb ik echt, ja, dit, nou, dit is goed. Inmiddels heb ik een lijst met... 60 linkjes of zo. De ene kleurling naar de andere die een blanke wat aandoet. Dat zijn de Jezuïeten, die zitten erachter. Ja, ja, tot de volgende. Misschien ga ik het dan wel hebben over negers. Of wat anders. Het maakt ook niet uit. Kijk, ons punt is... Wij hebben onze naaste lief gelijk onszelf. Zo staan wij op. Zo zijn wij tijdens het middaguur. Zo zijn wij dankbaar bij het avondeten.
En zo zijn wij als wij naar bed gaan. Snap je? Het enige dat helpt tegen die onzin van die Jezuïeten, dat is de waarheid. Knoop het in je oren. Van achteren en van voren. Tot de volgende keer.